De nachtzoen. Op sommige plekken laat de nacht de werkelijkheid op het scherp van de snede zien. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis, waar deze predikant en haar man waren voor de pasgeboren Sepp. Een tweede nachtzoen van Jantine Veenhof. En je hebt een zoontje. Klopt. Hoe leg je hem op bed 's avonds? Dat is onze zoon van anderhalf, bijna twee. Hoe heet hij? Dus hij heet Sepp. En ik ben natuurlijk vaak aan het werk, hè, 's avonds, als hij naar bed moet. Dus de avonden dat ik er ben, dan leg ik hem ook heel graag op bed. Of in ieder geval het laatste stukje, dat ik hem echt op bed leg. En dan zeg ik altijd tegen hem, als hij in het bedje ligt, zeg ik altijd... Mama houdt van jou, papa houdt van jou. Opa en oma houden van jou en andere opa en oma houden van jou. En God, die houdt van jou zoals je bent. En dan doe ik altijd een klein kruisje, zet ik op zijn voorhoofd. Ah, schattig. Ja, ja, en dat vind ik ook echt, ja, dat vind ik ook echt belangrijk om dat tegen hem te zeggen. Dat hij er mag zijn zoals hij er is. Hij is geboren met een schiezus, dus hij heeft een open lipje gehad. Dat is nu gesloten. En hij heeft een open gehemelte. Dus ik vind het heel belangrijk dat hij meekrijgt dat hij er mag zijn zoals hij is. En zoals hij ook nu eruit ziet. En ik denk altijd, ja, God houdt... Ja, wij houden natuurlijk onvoorwaardelijk van hem. Maar God die doet daar toch nog een soort schepje bovenop. En dat vind ik belangrijk om dat mee te geven aan hem. Ja. Ja, ja. Dus het is eigenlijk een soort heel klein gebedje. En valt hij dan snel in slaap? Hoe reageert hij dan op het avondritueeltje? Nou, of hij daardoor sneller in slaap valt, dat weet ik niet hoor. Maar ik wrijf altijd over zijn kopje en dan, dat vindt hij sowieso heel lekker. Mm. En hij is 's avonds sowieso al wel snel is hij weg. Maar je ziet wel aan hem dat hij dat fijn vindt. Dus dat is heel mooi. En ik vind het zelf ook mooi om een soort ritueel te hebben. Ja, en wat voor tijd is dat voor jullie geweest in het ziekenhuis dan? Dat kan ik me voorstellen. Als hij met een open lipje geboren is? Ja, dat was natuurlijk heel spannend, heel ingrijpend. Dus dat werd ontdekt bij de 20 weken echo. En die tijd die daarna volgde is natuurlijk helemaal nieuw. Nieuw, sowieso natuurlijk nieuw als je voor het eerst een kindje krijgt. Maar zeker als er iets aan de hand is, dan is dat heel... daar ben je ook heel kwetsbaar in. Dat is heel spannend. En dat doet ook zeker iets met alle nachten. Hè? Dan heb je ook zorgen van hoe zal het gaan, hoe zal het zijn... Ja. Ja, nou is het best wel heel goed gegaan. Dus we zijn nu natuurlijk een stukje verder. Hij is al twee keer geopereerd ook. Hele spannende tijden. Ja, en hoe gaat het dan als je dan... Want dan ben je wel zorgen aan het maken in de nacht. Ja. Ja. En kom je daar dan een beetje uit? Nou ja, dat is wel spannend. Het is best wel... dat is best wel lastig. Natuurlijk om zomaar te denken dan van... Nou ja, we zien morgen wel weer of nu kan ik er niks aan doen... Dus probeer ik maar weer verder te slapen. Hè? Dat blijft dan natuurlijk malen. En dan is voor mij heel belangrijk dat ik dan toch geloof. Omdat er dan toch iets is waar je, waar je een soort vaste grond hebt onder je voeten. Wat vertrouwen geeft en waar je troost bij vindt. Ja, wat je toch kan helpen om weer rustig te worden. En heeft die periode je ook iets nieuws geleerd over God en geloof? Het leven? Nou, vooral dat God er gewoon is. En niet meer en niet minder. Dus ook niet zo dat het een soort van... dat je het als het ware uit de lucht kunt pakken. Of dat je gelijk rustig wordt op het moment dat je dat nodig hebt. Zo werkt het niet. Maar wel dat hij er toch altijd is. Want anders moet je alleen maar vertrouwen op alle kunde van artsen. Ja, en dat blijft allemaal mensenwerk. Dus er kan altijd iets gebeuren waar je geen invloed op hebt. En... dan is het heel belangrijk dat je toch op iets groters kunt vertrouwen dan alles wat er voorhanden is. En wat stel je je voor bij dat groters? Als een God die ons ziet, ons als gezin ziet, die onze kleine jongen ziet en die nabij is vooral. En die dus niet het nare per se wegneemt, hè? Want zo werkt het ook niet. Want ja, je moet natuurlijk gewoon gaan, ook naar een operatie. Dat moet, hè. En dat doe je ook omdat het dan beter wordt. Dus dat wil je ook. Maar het is natuurlijk heel spannend om hem te moeten afgeven. Maar dan krijg je toch een soort kracht om het te kunnen doen. En dat, daar ben ik zelf wel van onder de indruk geraakt. En voor de rest, ga je. En probeer je onderweg te vertrouwen. En dat gaat echt met vallen en opstaan natuurlijk.
dat wisselt ook elke dag eigenlijk wel. Ja. En elke nacht.